Er is dus een zwaar gevaar. Een heel zwaar gevaar. De vissen dreigen te sterven. Dus we zijn hier nu speciaal bezig, alleen ik en de Kenny. Dus welkom in deze hectische vlog. De batterij wordt zelfs opgeladen, want hij is bijna leeg. Dus ik ben nu al toe het water proberen uit te halen. Wat doe je nog vast op de hier? Dus, en hier zitten de visjes. Ik heb zo'n malut dat ik hier naar voren ziet. Want er was iets mis met die kast, kun je even uitleggen wat er aan de hand is. Ja, maar je hebt dat benzine als niet meer. Dus scheurt. Dus ik ben hier dus om te proberen helpen. Ik heb voor de eerste keer een mannenfiets gebruikt en dat was even moeilijk. Vooral de afstappen kon ik niet goed stoppen. Deed ik ook een kwartier voordat ik al door het licht was. Maar dit is dus de situatie. Het water is zo goed als bijna uit. We gaan nu proberen de visjes te vangen. De mannenfiets hier op mijn weg. Dus dit zijn de visjes. Die moeten er nu uit. Ja, je ziet, ik steeds nog horen. Dus dat bal dat kan niet vroeger. Hè. En dit hier eigenlijk allemaal al een beetje in. Het was heel moeilijk om die te vangen, want we hadden net ook al een extra probleem. Dat is dus ook opgelost. Het extra probleem, eigenlijk het probleem was vooral dat er dus van die, het waren kreeften zeker, hè? Ja. Die waren eruit en ja, je moest die pakken, maar ja, als je daar geen verstand van hebt, dan kun je die niet pakken. Dus ik kreeg die maar niet te pakken natuurlijk, hè? Ja, dat was het, hè? Dus ik had maar sukkelen om ze maar te pakken. En de bedoeling is dat we de vis pakken eigenlijk van hier. Gaan we proberen naar hier te brengen eigenlijk. Ik weet niet of dat gaat lukken. Niemand weet dat eigenlijk. Maar ja. Dat is wat er gaat gebeuren eigenlijk. Dus de visbak gaat proberen hier te komen. Dus dat is eigenlijk het doel. Hier zitten dus de visjes die we al kunnen vangen hebben. Ook bij de kinderen zijn al visjes. Maar het is nog niet echt 100% gelukt, want ze helpen niet mee. En nu is die stomme lamp er weer eens afgevallen. Dus hebben we nog steeds problemen. Ik maak het maar niet vooruit. Ja, ik zit op mijn knieën en dat zie je ook op mijn hukje. En dat kan ik niet zo goed doen. Dus dat is die lamp die je daar ziet. Je weet vanzelf hoe ze kwijt gevallen is. En zo blijven wij dus bezig eigenlijk met de lamp. Eigenlijk. Dus ja. Dus ik kan nu verder de visjes verzorgen. Als we ze kunnen opzetten, dan hadden we ook nog wat gezien. Maar dat gaat helaas niet. Man, ja, ik kan niet tegen water. En kunnen we die er niet... En moet die er echt op staan nu? Nou, ik heb geen lichtstadsprobleem met mijn akkoord. Anders konden we iets van het anders licht gebruiken, want het is ergens... Zo blijven het duren natuurlijk. Hè. Deze vissen zitten er allemaal in. Ik heb er net ook mijn eerste paar vissen gevangen. Maar we zijn nog altijd achter twee vissen aan. Maar ik zeg, het is niet gemakkelijk. Dus ja. Als je de koetlijf vis zoekt, die is gestorven. Namelijk. Is die nog niet dood? Niet. Waar is die dan naartoe? Die kleine bak zit nu, maar die is ziek. In de kleine bak, ja. Die is namelijk ziek. De koetlef is dat het gestorven was met die andere bak. Ja. Dus die is nog altijd leven, maar hoe lang nog, dat weten we niet. Dus, ja. Geen wijze. Nog steeds bezig. Met hetzelfde liedje. Als ze straks wel erop noemen. Mensen die daarvan naar de wc moeten gaan. Dit zijn namelijk de stenen die eruit gekomen zijn. Dat was ook weer opgave. Dus we zijn toch al een tijdje bezig eigenlijk. Ik weet niet hoe laat we begonnen zijn, maar we zijn toch een stukje bezig eigenlijk. Dus dit zijn nu de stenen wat daarin zit. Er zit ook nog water in. Ja, het is toevallig gemerkt, maar ja, dat moet ik doen. Er zit ook nog allemaal water van de visbak. Dit. En hier ook. Water zit ook nog, zitten planten. Er zit ook nog ja, beestjes in. En ja, die andere vissen hebben we dan al gezien. Dus, dat zijn ze wat. Even zo
gelukkig zo komt hij ook niet. Zou het gelukt zijn of zou het niet gelukt zijn? Spannend toch altijd, hè? Ik kan u al verzekeren dat de visbak staat op de plaats waar hij moet staan, namelijk. Dat is zeker en waar, hè? Maar in onze woordvoerder, hè? Die er meer van kent dan ik. Dus, en die mij perfect kan zeggen wat er moet gebeuren. En dat denkt, is het gelukt? Ja, de filter is nu nog, want dat is ook, de filter is ook belangrijk voor die diertjes. Dat zijn die stenen, dus je hebt die stenen net gezien. Dat zijn ze. Moet je direct naar de visbak richten. Dat is ook een privé natuurlijk waar we staan. Ja, mijn ontbote betaalde redelijk. Ik wil weten wat ik met zien aan ga doen. Ja. Het water is natuurlijk nog niet zo helder, dat zie je meteen. Dat is normaal. Die spuit, dat is een filter die spuit daar, dat zie je, zie je goed. Dat is toch niet de weg staan natuurlijk. Maar hij moet ook nog aan de andere kant spuiten zien. We hebben heel veel vissen gered, we hebben ze eigenlijk allemaal gered. Dus, meer kunnen we niet doen. Ik zal u eens even tonen hoe het daar uitzag, wat dat eigenlijk het probleem was. Want dat kon ik niet in beeld brengen, want vissen zijn belangrijker dan een video, hè. Dus als je hier goed kijkt, ik weet niet of je het goed kunt zien, want die jas hangt hier. Dus deze spleet, dus hier heb je een spleetje. Een spleet, eigenlijk allemaal, dat zie je goed. Die spleet, die zorgt ervoor dat de kast eigenlijk in elkaar kan stuiken. We hebben geluk gehad, want als je daar zo goed, kijk, ik ga het even tonen. Hoor je dat kraken? Dat is wat het probleem is. Ik kan nog meer laten kraken, maar de kast moet ook nog niet kapot, want er zitten nog schoenen in. En dat is het probleem. Dus deze spleten die je hier ziet, die zorgen ervoor dat de visbak misschien kon vallen. Ook omdat dat hier al is. Wat we nu weten, dat weten wij niet. Of wat het eigenlijk al was aan deze kast. Of niet. Het kan even goed zijn dat het al was en dat de kind dat nu gezien heeft. Hè? Want dat kan ook dat de kind... Nu is een spleet. En, ja. Maar het belangrijkste is, je weet nooit wanneer een spleet eigenlijk ja, doorscheurt. We hebben het nog altijd over een kast, mannen. Hè? Dus, maar ik ben wel blij dat die gered zijn. Nu gaan alle stenen erin. Die zijn er ondertussen ingegooid. Die stenen, die kan je hier nog goed zien. Maar ja, ik ben wel blij dat die gebeurd is. Dat je op vakantie bent of zo, want dat is nog erger. Want dat kan ik er alleen voor. Dan zou het nu goed komen natuurlijk. Het belangrijkste is dat de visbak intact is. Want dat is het belangrijkste. Want als de visbak... Want dat is het grootste probleem dan. Maar het belangrijkste is dat de Kenny zegt dat het toch al goed loopt. Dat is het belangrijkste. De vissen zijn ook allemaal gelukkiger. En we kunnen eindelijk eens goede beelden maken terug. Maar... Dat moet allemaal zuiver worden. Hè. Allemaal, maar ja, dat doet allemaal een beetje. Ook het ding gooit ook heel goed de filter. De hoogte hier. Dus ook water aan het nemen, want hij heeft ook altijd geen water. Het belangrijkste is eigenlijk deze beest moet filteren, want dan kunnen die beestjes... Die filter is voor jouw water te zuiveren. Ja, dat is nodig. En voor te kunnen ademen. Ja. Dat is zoiets. Dat is voor die grondkleur. Dat zijn die dingetjes die op de grond lagen, die we allemaal moeten pakken hebben. Prima, vuur straks op de keuze. Ja. Dus dat zie je eigenlijk, maar je kan het beter zien omdat ik het hier van bovenaf. Maar dit kun je er goed op kijken. Maar ik heb al eens genoeg beelden gemaakt van een visbak. Maar dit is de visbak waar het de vorige keer ook over ging. Zijn allernieuwste visbak. Die hebben we trouwens als eerste gezien toen dat Enzo jarig was. Zijn eerste visbak. Dus dat weet ik toevallig nog. Dus mensen die al lang naar onze video kijken, die hebben die visbak dan gezien. Mm. Ik ben wel blij. Het allemaal nog... Allee, ik weet niet hoe lang dat we bezig zijn, maar... we zijn toch al een paar uur bezig. Hè. Dus... Toen was het altijd maar belotterlijke kruipen. Ik heb wel goed moeite hier natuurlijk. Ja, want dat is natuurlijk belangrijk. Ja. Nu is het gewoon kwestie van de filter. Die filter moet nu zijn werk doen. En als die filter zijn werk doet, dan ja. Dan ben je niet te verbouwen. Dan gaat dat zijn. Hè.
Het is... Die kasten... Het is toch miserie. Het is wat een miserie altijd, hè. Dus ik ben hier voor de manoeuvre. Met goed uit hier voor de ogen. Ja, zit er maar in. Hier zijn ze niet, jong. In de boven zijn kinderfietsen bezig. Dat heb ik niet gezien. Kinderfietsen? Denk dat toch? Niet tractief, maar al, hè. Ik moet afkomen met merk. Altijd. Dit wordt het, hè. Dit wordt uw tasje. Voor uw wielen. Perfect, hè. Hebben ze het hier niet? Maar ook in een andere ziekenhuis zat hij boven. Het is helemaal gemaakt, dus en dan kunnen we eindelijk terug fietsen eigenlijk. Dus ik ben wel blij. Ik ben wel blij eigenlijk, even naar de kassa. Dus als ik de achtergrond hoort hem praten, ik ben wel blij dat we eindelijk terug kunnen fietsen. Ik heb een bel gekocht en die bel gaat hij nu hangen, hè. Hier. En het is een goede bel, als je maar gelooft toch. Ik koop altijd zo van die bellen. Dit is een hele bevalling. Welke kleur heb jij van bel? Je kunt er weer kleuren. Het is wel wat veel doen. Ja, maar ik vraag welke kleur jij hebt gepakt. Nee, zo. Je mag toch zeker dat paars zien. Ik zal kennen. We zullen eens gaan kijken. Zijn fiets staat hier namelijk, dus dat is wat je in een keer weet. Hij zei paars. Kijk, dat zijn zijn bellen. Die hij ooit gepakt heeft. Dezelfde. En die is er ook. Daar. Die wel. Mooi. Het is nu paars. En dit is de mijne. Die is ook kleur gegaan. Ik zou dat de kind een sleutel bij heeft. Hè. Want hij gaat niet meer binnen. Ik dacht, als we nu toch een keer investeren doen, dan doen we ook een bel, want de bel is belangrijk. Ook voor mijn veiligheid. Dus, doen we dat meteen, hè. Ik heb mijn schroevendraaier meegegeven voor die dingen te maken. Of eindelijk mijn micro. Dan ga je hem terug beter horen. Ja, beter dezelfde bel pakken, hè? Ja, want die weet hoe je moet monteren. Hm? Ik heb mij allemaal focus op en zo. Hm. Maar ik vond het groen wel mooi, want ik hou van groen. Klank, hè. Bijna. Tevreden. Ja, jij weet het, zeg. Dan moet jij de video afsluiten, hè. Voor in deze leuke video doe je alvast een blauw duimpje omhoog voor je 10 abonneeën en de subscribe. Tot de volgende.